Willem Barents en Jacob van Heemskerk zijn vastbesloten de fortuinlijke weg naar Indië te openen. Ik ben Gerrit. Gerrit de Veer. Ik wil schrijver worden. Heeft u nog tijd gehad om erover na te denken? De hoofdrolspeler die komt nieuw op het schip. Heeft nog nooit gevaren. Dominees bediende eigenlijk. Dus hij heeft geen ervaring. En ik ben dan degene die hem op weg helpt. Iemand die slechte dingen doet. Bedreiging, intimidatie en een vechtpartij. Ja, Gerrit, voordat hij aan boord gaat, is een jongen, is een weesjongen. En die is verliefd op de dochter van de dominee. Maar in die tijd was het niet echt zo normaal dat een jongen, een weesjongen, met zo'n welvarende vrouw ging. Er staat een jongetje in het begin en aan het einde staat er een stoere man. Nieuwe land, dat is Nova Zembla. Hier, deze eilanden, die staan toch niet goed op de kaart. Die eilanden liggen veel meer naar het westen. Van Heemskerk, wel zo. Wat ligt hier? Helemaal het noorden, dat weet niemand. Deze film is zo spectaculair. Hoe dat gemaakt is, hoe dat gecreëerd is door Reinhard Oerlemans. En dat 3D, dat zuigt je helemaal mee die film in. Die ijsberen die op je afkomen, Duitsers die naar je toe komt, al het spektakel, dat is waanzin. Het dompeltje onder, het is een, ik had vroeger als kind zo'n Viewmaster, ik weet niet of je dat nog kent. Dat was een soort kijkdoos waar je dan door te klikken allemaal nieuwe, dan zat je ook zo in de diepte ver te kijken. En dat vond ik altijd al een soort gaaf iets. En toen ik met Nova Zembla bezig was en eigenlijk door Avatar 3D zo topic werd, ben ik me daarin gaan verdiepen. Ik dacht van ja, zo'n spektakelfilm, zo'n epische reis in de 16e eeuw, ja, dat leek mij zo geschikt om met 3D te gaan vertellen. En het is ook zo, je wordt ondergedompeld. Het is een rijke film ook geworden. En ik ben dolblij dat ik voor deze film gekozen heb om het in 3D te maken. Eigenlijk was het één groot hoogtepunt, om maar eens een cliché te noemen. Bij tijd en wijle heel erg koud en soms viel het ook wel heel erg mee. Vrij koud. Vooral koude voeten. Nee. Maar we hebben het wel iets van min 10 gehad of zo op de gletsjer. Ja, ik ben gewoon benieuwd als ze na de film naar me toe komen en mijn ogen kijken en zeggen goed gedaan. Dat geeft me de meeste voldoening. We gaan hier overwinteren en jij gaat het de mannen vertellen. De hele winter is maanden en maanden. Als er iemand is met een beter plan. Wat wil ik nu zeggen? We gaan er allemaal aan. Zorg dat je droog hout hebt om dat aan te kunnen steken. Want vuur is wel heel belangrijk.